Bij veel organisaties zien we, ondanks dat er nu sprake lijkt te zijn van de economische opleving, nog behoorlijk veel somberheid en grauwheid. We zien dat ze nog in een soort van negatieve mood zitten, de omzet valt nog tegen. Klanten verwachten steeds meer voor minder geld. Kostenreductieprogramma's hebben niet altijd meer hun effect en hollen ook de dienstverlening verder uit. En juist op die gebieden waar nog een beetje geld wordt verdiend, neemt de concurrentie sterk toe. En dan komt de grote vraag, hoe hou je in zo'n situatie het energieniveau binnen je organisatie en van elke individuele medewerker hoog? Want wat we in elk geval allemaal wel weten, en de oude Romeinse krijgsheren wisten dat wel goed te vertellen, dat is het moraal van de troepen bepaalt wie de slag gaat winnen. En een eerste hele belangrijke lijkt in elk geval te zijn het verminderen van energielekken bij uw medewerkers. Dus waar winnen uw medewerkers zich in het dagelijkse werk over op? En dat zijn vaak andere zaken dan wat je in eerste instantie misschien zou denken, zoals beloning. Denk bijvoorbeeld aan bepaalde onzinnige processen en procedures, aan slecht management, aan bepaalde collega's die incapabel zijn of die de sfeer verzieken, aan rolonduidelijkheid of werkdruk die je ook vaak mee te maken heeft, aan gebrekkige materialen of beroerde systemen waarmee gewerkt moet worden. Ergernissen en energielekken zitten vaak in redelijk goed op te lossen of in elk geval goed te bespreken details of in de dynamiek binnen een team. En dan is het handig dat dit in elk geval uitgesproken wordt, zodat er ook wat aan gedaan kan worden. En het liefst door de medewerkers binnen een team zelf. Een tweede belangrijke om het energieniveau binnen je organisatie hoog te houden is het bieden van perspectief. Dus visie, delen en laten zien waar je als organisatie mee bezig bent. En dat kan een vergezicht zijn, hè, zo van nou, dit is de richting van de organisatie, daar willen we met de organisatie uiteindelijk heen en bereiken. Maar het kan ook dichterbij. Dus duidelijk uitspreken wat er van de medewerker wordt verwacht en organiseren dat hier ook constructief feedback op wordt gegeven. Nou, een derde belangrijke is het betrekken van medewerkers bij datgene wat je met de organisatie wilt bereiken. Dus vragen aan medewerkers wat er handiger, slimmer, sneller, soepeler, klantgerichter kan om die functie die je als organisatie hebt beter uit te oefenen. Nou, het spreekt voor zich dat goed medewerkersonderzoek hierbij enorm goed kan helpen. In het oplossen van energielekken, in het checken of de richting voldoende duidelijk is en voldoende uitgedragen wordt, en in het ophalen van ideeën van medewerkers. Met name in dat laatste, in het ophalen van ideeën van medewerkers. En helaas merk ik dat in de praktijk medewerkersonderzoek nog te vaak gezien wordt als traditioneel instrument, als traditioneel tevredenheidsonderzoek. En dat vind ik echt hartstikke zonde. Want je kunt zoveel meer met medewerkersonderzoek dan alleen maar peilen hoe tevreden je medewerkers zijn. Zolang je het maar met de juiste intenties inzet en ervoor zorgt dat teams en afdelingen zelf goed aan de slag kunnen met de uitkomsten van wat hun eigen medewerkers zeggen. Nou, gelukkig is op dit gebied al ontzettend veel ontwikkeld en dat gaat nog wel even door. We zijn nog niet uitontwikkeld, gevoed door wat er in de praktijk goed werkt. Nou, ik zou u dan ook willen oproepen om goed gebruik te maken van de nieuwste innovaties op het gebied van medewerkersonderzoek en daar zelf uw voordeel mee te doen. Dank u wel.